uitzending van Stichting Oud Winschoten in ons gebouw aan de Stikkelaan. We gaan vandaag even het winkeltje van Bakker Freuling uit Engelse Straat, nummer 14, gaan we bespreken. Het winkeltje is in 1998 verkocht. Daarbij is de gehele winkelinventaris overgedragen aan Stichting Oud Winschoten, die dit vervolgens aan de nieuwe bewoners, eigenaren van het pand, in bruikleen hebben gegeven. Het pand is 2 jaar terug ongeveer verkocht. En toen heeft Stichting Oud Winschoten gedacht van: we krijgen een nieuwe locatie. We halen de spulletjes eruit en we gaan het winkeltje hier in dezelfde vorm min of meer weer opbouwen. De inventaris bestaat uit allerlei onderdelen, bijvoorbeeld koekdozen, waaronder dus de Winschoten moppen. Prachtige medaillekast met allerlei prijzen die Freuling gewonnen heeft. Nou, verpakkingsmateriaal, Freuling, kistje waar dus koek of gebak eventueel in bezorgd werd. Prachtige doos windtilkoek uit 1950. De windtil die vond toen plaats op het industrieterrein. En ter gelegenheid daarvan heeft Freuling dus een speciale koek gebakken. We hebben diploma's die met name gewonnen zijn waarschijnlijk bij het beschuitbakken. En daar hebben we ook nog een hele bijzondere beschuitton van in onze collectie. In een boekje uitgegeven in 1990, een aflopende zaak. Daar worden allerlei winkeltjes in de provincie beschreven die inmiddels verdwenen zijn. Oude bakkerijtjes, cafeetjes. En het grappige is, op de voorpagina of op de cover, daar zien we moeder Freuling in haar winkeltje. En inderdaad met de blikken, zoals hier op de achtergrond. Het winkeltje bestaat nog. Het is ook heel erg herkenbaar in de Engelse Straat. De deur, daar zit glas in met geëtst, gegraveerd M. Freuling. Dat is nog allemaal zichtbaar. Dus een prachtig winkeltje. En wij hebben de mooie spullen. En dat is hier keurig netjes nagebouwd.